Welkom bij mijn podcast nummer 1, ooit gemaakt. Ik weet niet of er hier nog eentje nakomt, ligt eraan hoe ik het ga ervaren. Ik ga mijn podcast houden over mijn vegan life eigenlijk, nee, die ik net heb gehad. En ik dacht ik doe het in deze vorm, want dat heb ik nog nooit gedaan. Dus ik kijk hoe ons fase, let's look around. Dus, vegan lifestyle. Ik wil het vandaag hebben over meer dan alleen maar het eten. Maar toch ga ik starten met het eten, het vegan lifestyle. Als je een veganist bent, dan mag je geen dierlijke producten. Dat houdt ook in geen zuivel. En daarbij mag je dus veel producten niet eten. Ik heb me daardoor veel gefocust op het eten van granen, nootjes, groenten en fruit. Aan het begin moet ik toegeven van mijn vegan transformation voelde ik me erg winderig en had ik een redelijk opgezwollen gevoel. Maar na 2 weken is het wel gewoon weggegaan. Voordat je eigenlijk moet beginnen met een vegan lifestyle moet je je echt wel even inlezen. Dus ik heb een beetje research gedaan over wat nou het handigste is om te doen en waar ik terecht kan met een vegan lifestyle. Ten eerste was ik heel erg benieuwd naar het aantal restaurants die vegans aan veganisten denken. Nou, wat blijkt is dat de Burger King plantaardig frituurvet gebruikt voor de frietjes. En de McDonald's heeft ook plantaardig frituurvet, Smellers en Saté Bar. En de McDonald's is ook met een nieuwe veggie burger gekomen. En deze zou 100% van plantaardige producten zijn. Ik heb mezelf nog niet gebaseerd. Ik ben niet zo van de McDonald's. Maar de mensen die heel erg van McDonald's houden, daar kun je gewoon je veggie burger eten. Die is 100% natuurlijk. Bij Smullers verkopen ze dus friet. Dat is gebakken in frituurvet dat van plantaardige olies bestaat. En hierbij kun jij een veganistische mayonaise of een satésaus zonder enige dierlijke producten bijdoen. Zodat je ook onderweg een lekker hapje hebt. Ik heb daarbij wel van Smullers een zak friet op. Want ik hou gewoon van frietjes natuurlijk. Verder zijn er ook vele restaurants die veganistische producten of maaltijden verkopen. Denk hierbij bij de IKEA kun jij veganistisch eten. Bagels en beans, McDonald's zoals ik al zei, Easy Wok, ik weet niet of je dat kent. En de Subway verkoopt ook veganistische producten. Dus het zou niet heel lastig worden om eten te vinden voor onderweg. Wat ik wel heb gedaan is ik ben naar thuisbezorg.nl gegaan, want ik woon net naast Rotterdam, dus veel te bestellen kan niet. Helaas viel het daar wel tegen hoeveel restaurants echt veganistisch eten maakten. Ik heb toen uiteindelijk bij een Thai besteld en die kon het mij wel veganistisch bieden. De rest die ik opbelde konden mij niet verzekeren dat er geen dierlijke producten in zaten. Dat was jammer, maar het is zo. Nou, op mijn verjaardag 8 oktober ben ik uit eten geweest bij Spirit. Daar heb ik ook een artikeltje over geschreven. Heel goed restaurant, kan je heerlijk eten en het is allemaal veganistisch en plantaardig. Wat het mooie eraan is dat zij het op de dag zelf allemaal bereiden en het allemaal vers van de pers is. Nu ga ik me toch een beetje verdiepen op het hele levensstijl die je aangaat. Want niet alleen maar eten verandert, maar ook de manier van leven. Bijvoorbeeld, alles van leer dat jij thuis hebt, mag jij niet meer gebruiken als veganist. Want leer is niet veganistisch. Leer is namelijk van dieren en dat mag niet. Daarbij mag wol ook niet. Ja, en bont al helemaal niet. Ook make-up, kijken of het allemaal natuurlijk is en niet getest is op dieren. Dat geldt ook voor shampoos, zalfjes en et cetera. Dat heb ik allemaal opgezocht. Ik had een portemonnee van leer. Die heb ik voor 6 weken weggedaan. En ik liep rond met een hele mooie Bert & Ernie portemonnee. Was een hele leuke ervaring. Beetje, ja, gênant. Maar ik wende eraan. En het gaf toch wel een persoonlijkheidstikje. Ik droeg mijn jas niet waar bont op zat. Nee. Die heb ik ook uitgedaan. En
Ik ben make-up gaan halen bij de winkel bij de Groene Passage in Rotterdam. Daar hebben ze helemaal een vegan, 100% natuurlijk winkeltje. Waar jij ook alle zeepjes en spoeletjes kan halen om helemaal 100% vegan te zijn. Want niet alleen eten beschadigt dieren, maar ook het gebruik van make-up en zeep en zalfjes. Na dat allemaal geschrapt te hebben, ben ik lekker gaan genieten van mijn vegan leven. Daarbij heb ik ook gelet hoeveel elektriciteit ik gebruik. Ik dacht aan het milieu. Ik scheid afval. Ook heel goed. Want een vegan lifestyle is dat je denkt niet alleen aan dieren, maar ook aan de natuur en de omgeving. Het was heel leuk om te doen. Ik zelf ben gewoon niet een veganist. Ik ben niet zo opgegroeid. Ik denk niet als ik... Ik heb niet medelijden met de dieren en dat klinkt heel gemeen, maar ik ben er wel gewoon eerlijk over. Maar ik vind het heel goed als mensen dat wel kunnen, het hele vegan leven, en dat kunnen volhouden. Er zijn bijvoorbeeld mensen, dat stond laatst in het AD, er zijn mensen die echt helemaal eco-veganistisch denken aan natuur, één in de natuur gaan en die wonen dan ergens in de bergen in een huisje. Die hebben geen elektriciteit of verwarming, nee, die hebben een haard dan, waarmee ze hun huis kunnen opwarmen. Maar ja, als het dus buiten -5 is, is het in het huis ook -5. Ik zelf zou me daar niet gemakkelijk bij voelen, maar ik vind het wel heel tof dat mensen dat kunnen. En vooral door blijven gaan. Ik denk dat je echt wel laat zien dat wij mensen ook zonder deze luxe kunnen. En dat wij eigenlijk ook gewoon dieren zijn, hè? Dus dat vond ik wel heel tof om te lezen en te zien. En ik heb er veel van geleerd. Maar ik ben blij dat ik weer mijn stukje vis en vlees kan eten 's avonds.